Het herstelplan van de regering is een ongebalanceerde armoedecreatie en een uitverkoopplan. NDP-parlementariër Ashwin Nadeen zei dit gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van het herstelplan 2020-2022. Nadeen vindt dat de diverse devaluaties en het loslaten van de koers, wat hij als onderdeel ziet van het herstelplan, juist ervoor hebben gezorgd dat multinationals minder betalen aan belasting en lonen. En ze dragen uw grondstoffen tegen een veel goedkopere prijs weg. Ook Derby heeft toen daartegen geageerd, want dat is vrij, dat is verkoop van je arbeid. Tenminste konden we van die heren ook geleerd. Ik ben niet alles eens over de regering. Ik heb ook altijd gezegd, importbeleid moest niet losgegooid worden. Maar er waren punten waar ze principieel over waren. En nu laten we dat gewoon uitverkopen. Het is een uitverkoopplan. Je geeft maar alles aan die exportmaatschappij of goudmaatschappij in. En u krijgt straks een fiscal jaar 125, maar waar hebt u een windvalbelasting toegepast? Waarom heeft u geen windvalbelasting toegepast daar? Voorzitter, ik vraag de vakbeweging om hier naar te kijken. Een uitverkoop van arbeid met exponenten als Derby daar een vooraanstaand waren in die strijd. Daar moeten we voorbeeld van nemen. Voorzitter, het is een armoedecreatieplan. Inflatie om te verarmen. Maar het ergste is een koersschoktherapie gaan toepassen. Met devaluaties. Venetiaan had gedacht, president, excellentie, Venetiaan had gedacht. Wij gaan het zelf doen, al gaat het geleidelijk aangaan. Krijg de devise uiteindelijk niet, moet naar IMF. Maar een schoktherapie gaan toepassen. Nu en drie keren zo groot gaan devalueren. Heb ik gewaarschuwd hiervoor die devaluatie? Doe dat niet. Devaluaties worden naar zeggen van Nadeen doorgevoerd om begrotingstekorten te dekken. De regering heeft een betalingsbalanssteun en budgetair steun nodig om herstel door te voeren. Het budgetair plan binnen het herstelplan 2020-2022 ontbreekt, meent Nadeen. VHP-DNA-lid Mahinder Yogi zegt dat er gekeken moet worden naar de condities van de devaluatie, alvorens dergelijke uitspraken te doen. En inderdaad staat de regering, voorzitter, bij het IMF. Inderdaad is het zo dat de regering een herstelplan heeft ingediend. Inderdaad is het zo, voorzitter, dat we hebben gedevalueerd. Voorzitter, wat waren de condities? De vragen zijn gesteld aan de regering en de regering zal als team, de president is mans genoeg, voorzitter, om alle vragen hier te beantwoorden. En de president gaat die vragen beantwoorden. Maar ik had gedacht dat de heer Nadeen hier, en bovendien, voorzitter, in die 8 jaren dat ik hem hier zie in het parlement, heeft hij vandaag voor het eerst gesproken. Voorzitter, niet eens wist hij wat in het document stond toen hij naar IMF moest, voorzitter, namens de staat Suriname, om het document te tekenen. Bovendien heeft hij niet ontzenuwd, voorzitter, dat deze regering is begonnen met een negatieve staat, voorzitter, van min 162 miljoen. Laat hij aangeven, voorzitter, hoe dit land uit de crisis zal komen. Meerdere assembleeleden hebben er gisteren op gewezen dat veel financiële vraagstukken mis zijn gegaan tijdens de vorige regering en vinden daarom dat dit met concrete bewijzen moet worden getoond alvorens beschuldigingen naar de huidige regering te uiten.